Wij rijden in deze mooie Volkswagenbus in de omgeving Doetinchem, omdat wij als Visser Visser een vestiging openen in Doetinchem. En we gaan langs bij een aantal Doetinchemse ondernemers. En we zijn nu op weg naar Luc en Helmer Ebbers van Ebbers Metalworks. Gaan jullie mee? Nou, we zijn aangekomen bij Ebbers Metalworks en we gaan eens kijken wat Luc ons te vertellen heeft over dit ontzettend mooie bedrijf. Ah, dag Luc. Hoe is het? Goed. Mooi dat ik hier even kan wezen. Hoe is dat ooit zo begonnen? Ja, ooit is, en daar heb ik de product heb ik hier. Ons vader is begonnen met een spanbeugel. Er was een zwager van hem die zegt, kun je zo'n ding maken? Het grappige is dat hij er één gemaakt heeft, toen kwam er nog een ander en zei, kun je hem ook maken? En zo kwamen er eigenlijk verschillende klanten die dit product gingen maken. De series werden op een gegeven moment zo groot dat elke week werden er 560 gemaakt thuis. Maar dat is dan echt de start geweest van eigenlijk ja. Ebbers Metalworks, dit product? Ja, en daarna kwamen er andere agrarische producten bij. En later is dat dus ook andere, zijn er andere sectoren bijgekomen waar je producten voor. Onze groei halen wij hoofdzakelijk uit het overnemen van andere bedrijven. We hebben in 2011 een bedrijfje overgenomen op Ponsbeulgebied. En om dat ook uit te breiden hebben we onlangs, en dat was 2019, hebben we Optimum Draadvormtechniek overgenomen. Ja, we zijn net even in de fabriek of in de productie geweest en toen hebben we dat inderdaad ook hebben we dat laten zien. Wat voor geavanceerde machines daar voor gebruikt worden. Ja, dat is toch wel leuk. Ik zeg wel eens altijd, in de productie hier werken wij op een 1/10 millimeter. In de gereedschapmakerij, waar we dus de stempels, de punch-plus afdeling, werken we op een 100ste millimeter. Bij Optimum werken we op een 1000ste millimeter. Helmer, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat ik ook even met jou een paar tellen kan spreken. Als je een bedrijf hebt, hè, dan is het ook, wij zijn sinds 2015 accountant van de Ebbers Metalworks. Ja. En ja, ik kan me voorstellen, hè, dat is ook belangrijk, zeg maar, denk ik, om als bedrijf ook een goede adviseur accountant naast je te hebben staan. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat kan ik. Dat is zeker belangrijk om een goede adviseur te hebben. Er zijn toch een aantal dingen waar wij als ondernemer niet het verstand van hebben, zeg maar. Als het over fiscale dingen gaat, hoe organiseer je dingen als je regelmatig een bedrijfje overneemt. En dan is een essentiële accountant heel belangrijk. Nou, ik vind het zelf ook ontzettend leuk om voor jullie te werken. Het staat nooit stil bij jullie. Inderdaad veel overnames en nou, de laatste bespreking die we hadden, hebben we ook gekeken naar natuurlijk de fiscale optimalisatie van ook de overnames. Ja. Hè, zodat je dat ook op een goede manier regelt, zeg maar. Ja. Dus hey, en wat vind je er nou van? Want je kwam altijd naar ons toe in Barneveld en nu ja, komen we straks natuurlijk in Doetinchem vanaf nu. Ja. Hoe ervaren jullie dat? Het is gewoon prettig dat je wat sneller contact had. Onze voorkant kwam wel uit Doetinchem, dus dat was eigenlijk een gemis. Maar nu is het even van, telefonisch kun je natuurlijk prima ondersteunen, maar het is prettig. Als de accountant in de buurt is, dan kun je ook eens even bellen. Nou, ga je aan het einde van de middag wel even langs. Kunnen we even overleggen, kunnen we even sparren. Dus ik denk dat dat ook een verrijking is voor ons. Mooi, dankjewel dat je dit met ons wilde delen, Helmer. Graag gedaan. Dit is het verhaal van Ebbers Metalworks. Wil je meer informatie? Kijk ook op onze website. Dank u wel.